Dit was het echt totaal niet waard. New York, dag 1. Vandaag werden we wakker in ons hotel in Brooklyn, New York. Om de hoek zat een lekker tentje waar we hebben ontbeten. En we hebben daarna voor het eerst de metro in New York gebruikt. En we gingen meteen fout. Vandaag stond Lower Manhattan verkennen op de planning. Dus we hebben een beetje geshopt, want er zaten heel erg veel winkels. Nieuwe schoenen, nieuw jasje, nieuw petje. En vanaf daar liepen we door naar de 9/11 herdenkingplaats. Dat was echt een heel erg indrukwekkende plek. En voordat we echt naar de grootste domper van de dag gingen, hebben we nog een heerlijke donut gehaald bij Krispy Kreme. Die is echt aan te raden. Maar we dachten, we checken nog heel eventjes het vrijheidsbeeld. Maar dat was echt waardeloos om te zien vanaf hier. Dus ja.